De tweede wedstrijd voor Jong Ajax in 72 uur tijd. Vrijdagavond werd er met 5-2 gewonnen van FC Den Bosch op de toekomst. Maandagavond was Fortuna Sittard de tegenstander. En dit is de eerste aanval van de wedstrijd van Jong Ajax. Een schot van Pelle Clement. Net als tegen Den Bosch staat de veelzijdige speler in de spits opgesteld. Omdat Zivkovic natuurlijk is vertrokken. Op huurbasis naar FC Utrecht. Dan aan de andere kant een kans voor Fortuna uit een hoekschop. De bal wordt weggebokst. Fortuna gaat door. Clement zit er bovenop. Karel Eiting, de nummer 10. Deze wedstrijd zit er bovenop. En dan uiteindelijk de kopbal net naast van Kaluta. Jong Ajax. 7 punten uit de eerste 3 wedstrijden. Datzelfde geldt voor Fortuna Sittard. Ook 7 punten. En hier Frenkie de Jong aan de bal. Met het mooie paasje op Clement. Die verlengt naar Nouri. En dan is het 1-0 na 20 minuten. Een hele fijne aanval van Jong Ajax. Dat swingt op de toekomst. Met het middenveld Frenkie de Jong, Abdelak Nouri en Karel Eiting. En dit is knap gedaan van ook Pelle Clement. Peter Bos en Henry Kruse. Voor vertrek naar Rostov. De avond voor vertrek. De toeschouwer. En hier zien hier Vince Gino Dekker. Met zijn eerste poging op doel. Maar de bal gekeerd door Leon Terwiele. Frenkie de Jong. Clement, handig tikje. Dekker heeft een uitstekende linker. Maar nu gaat de bal ruim naast. Dekker die veel en hard traint op schoten vanuit de tweede lijn. De tweede helft dan. Dekker. Een uitbraak van Jong Ajax. De Jong naar Tjerny. Die heeft een mooi paasje op Zeefuik. Zeefuik. En daar bij de tweede paal is het Clement die de bal binnenglijdt. Een doelpunt en een assist voor Pelle Clement. En Jong Ajax komt op een 2-0 voorsprong. Tegen dus een ploeg die ook goed is gestart. Deze competitie laten ze het wederom zien. Tot grote tevredenheid natuurlijk van Marcel Keizer en George Ogararu. Maar zoals zo vaak in de Jupiler League is de wedstrijd nog niet gespeeld. Fortuna gaat knokken. Eigenlijk zijn de Limburgers niet in het spel voorgekomen. Maar hier is een hele grote kans. Maar ook een uitstekende redding van Norbert Alblas. Op de kopbal van dichtbij. Hij keert hem prachtig met de voet. Alblas onderscheidt zich. Nadat hij lange tijd weinig te doen heeft gehad. Terwiele. Met wat moeite. En de bal ingeleverd bij Tjerny. Tjerny, de man die afgelopen vrijdag 3 maal scoorde, raakt nu de paal. Het zit niet elke week mee. En nu dus pech voor de Tsjech. De Ligt. Kopt een corner, opnieuw tot corner. Nee, het spel gaat verder. De voorzet, opnieuw ingebracht. Alblas zit mis. De rebound ingeschoten. En uiteindelijk de bal net naast door Kaluta. De meest opvallende man aan zijde van Fortuna. Dan een nieuwe corner en dan is het wel raak. De kopbal van Luc Mares. De aansluitingstreffer voor Fortuna. Mares vrijgelaten door Dankerlui. En dan is het raak. En wordt het dus nog spannend op de toekomst. Hier weer Fortuna in de aanval. De Ligt ruimt op. Maar Fortuna gaat verder. Opnieuw een voorzet. De bal komt bij Kaluta, maar daar is Alblas. Goed naar de zijkant gebokst. Het schot van Kaluta. En nu is de aanval definitief afgeslagen. De Ligt ruimt op. Kaluta, het is niet zijn wedstrijd. En gelukkig maar voor Jong Ajax. Dit is in de blessuretijd een duel tussen Brown en El Idrissi. El Idrissi die altijd strijdt voor elke centimeter. En hier in een soort van opstootje terechtkomt met Brown. En dan is het voor beide mannen een gele kaart. El Idrissi, de invaller. Niet heel veel aan de hand. Tot hier, als er geduwd wordt. En dan is het de schil voor beide. En dat is de tweede voor El Idrissi en dus rood. Maar de zegen van Jong Ajax komt niet meer in gevaar. Na 4 wedstrijden gespeeld te hebben in dit seizoen heeft Jong Ajax 10 punten maar liefst verzameld.
Een uitstekend weekend met de volle map in twee thuiswedstrijden tegen Den Bosch en Fortuna wordt er dus gewonnen. En gaan de beloften van Ajax aan kop in de Jupiler League.